De zon is op. Welkom bij aflevering 3 van Boksel Natuurlijk. En waar zijn wij vandaag, Frans? We staan boven op de Brandbult, midden op de Campina. En dan kunnen we heel de Campina heide overzien. En daar gaan we het ook over hebben. We gaan het hebben over de heide, we gaan het hebben over vennen en alles wat daarbij hoort. Kom, laten we gaan. Ja. We staan nu op de Brandbult en ja. Wij kijken hier naar het brandven. En wat is er zo bijzonder aan dat ven? Ja, dat is heel bijzonder, dat ven. We hebben in de eerste aflevering verteld over die uitwaaivennen, mm-hmm. Die dus door winderosie. En dit ven is heel speciaal, dat is ontstaan. En de naam draagt het ook, hoe het ontstaan is. Het heet Pingo. En Pingo is een IJslands woord. En wat is er eigenlijk aan de hand geweest? We kennen hier 4 ijstijden. Ja. En in die 4 ijstijden, bijvoorbeeld de eerste ijstijd, was hier ver onder het maaiveld een dikke ruimte waar water in liep. En daarna kwam er een ijstijd. En die ijstijd bevriest dan het water. Wat gebeurt er dan? Dat zet uit. Nou, dat heeft dus een paar ijstijden gespeeld. Dus naarmate dus er ijstijden kwamen en het water weer bevroor, werd zeg maar de bovenstuk van het maaiveld werd steeds smaller. En steeds dunner. En de laatste ijstijd, toen is dus zeg maar het water, zeg maar het ijs gesmolten. Ja. Het water is opengevallen en het is ingestort. Dus je krijgt dus zeg maar het feit dat water naar boven is gekomen. En dus het maaiveld daarboven is ingestort. En daarom heb je hier een hele mooie krater liggen. En als je zo ziet, dan zie je een hele krater zit op hoogte. En kijk eens naar het ven. Dat staat hoger als het ven daar. Dus de waterspiegel staat duidelijk hoger. Dus een bijzonderheid, het is een pingo. Ja, precies. Een pingo. Een pingo, okay. Ja. Mooi woord, hè? Weer mag ik dan een prachtig woord. Nou, ik heb hier een dagbouw op mijn vinger. Hij is nog een beetje koud, want het was vanochtend heel koud. En vlinders zijn koudbloedige dieren, dus die zo'n zon nodig hebben om op te warmen. Nou, daar is de zon. Hij begon al een beetje te flapperen met zijn vleugels. Wat je ook heel mooi kunt zien, zijn voelspriet hier. Die hebben knopjes. En daaraan kun je zien dat het dagvlinders zijn. Hij zit een beetje te trillen, dus ja, het zou zo kunnen zijn dat hij weg gaat vliegen. Prachtig diertje. En hij is beroemd om zijn... Ja, kijk of ik het open kan krijgen. Kom, doe eens open, joh. Hij is beroemd om zijn ogen op zijn vleugels. Nee, hij is eigenwijs. Ja, kijk. Kijk hoe mooi die ogen. En daar zijn de vogels nou zo bang voor. Als je die open doet, dan lijkt het net grote ogen van een roofdier. Dan zijn die vogels er niet blij mee. En dan schrikken ze en dan laten ze met rust. Een prachtige vlinder. Jij wilde iets laten zien, Frans. Ja, deze... Iets bijzonders. Nou, heel bijzonder inderdaad. Het is een oude berk. Nou, sla er maar eens op dat ding dat eruit komt. Dat is hard, hè? Hard. Ja, dat is een tonderzwam. En daarboven zit er nog eentje. Ja. En hier ligt ook eentje op de grond. Dat kan ik van dichtbij laten zien. Een tonderzwam die is zeg maar vroeger gebruikt bij de mensen in het tondeldoosje. Die sneden hier repen, zeg maar, vruchtvlees uit. Mm-hmm. Dat deed ze in een doosje. Dan namen ze mee het veld in. Deze doosje open. Pakte wat gedroogd gras. Legde daar zo'n reep tonder op. Vuursteentjes erbij. Ze ketsen die vuursteentjes tegen elkaar. En dan kreeg je vuur. En dit zijn dus keiharde paddenstoelen. Die 40 jaar oud kunnen worden. Ik wou het net zeggen, want het voelt echt... Ja, hard. Het is gewoon puur verhout. Ja. Het is puur verhout. En je kunt ook de leeftijd tellen, want al die ringen, dat is een leeftijd. Dus die paddenstoelen kunnen 40 jaar oud worden. Nou, deze is al heel net opgegeten door allerlei beestjes. En wat die paddenstoel doet, dat is ook heel bijzonder. We noemen hem dat een parasiet. Die heeft dus deze berk gedood. Maar hij kan daarom ook verder voortleven als saprofiet. En dat zijn maar paddenstoelen die leven op dood hout. Maar in feite heeft hij de berk gedood. En daarom... is er nog maar een stompje van over. Ja, precies. Want dit was gewoon een hele grote jongen, deze boom. Een hele boom. Grote boom, ja. Die heeft die zwam opgegeten. En dat kan ik wel laten zien. Kijk, want hier heb ik dat materiaal. Ja. En dit wordt helemaal van binnenuit opgeteerd. Nou, hoe komt dat nu? Door de wind waait hier een spoor naartoe. Ja. Een paar sporen. Die sporen die gaan zich onder die bast, want dit is hieronder zitten, gaan ze draadjes ontwikkelen. Dat heet de zwamdraden. Mm-hmm. Nou, die zwamdraden die groeien uit. En uiteindelijk komt het vruchtlichaam, want het is een vruchtlichaam, komt uit de boom. Maar ondertussen hebben die zwamdraden dit helemaal fijn opgegeten. Wordt het heel teer. Ja. Een beetje wind en plat. Die boom valt gewoon op. Niet normaal, ja. Het lijkt wel karton. Ja, nou, je hoort het ook, hè? Het is echt... Hè? Ja. Het is gewoon puur heel zacht. Mooi. De natuur kan dat. En zo'n paddenstoel, zo'n berg, jammer. Maar het hoort wel bij de natuur. Ja, precies. We
staan hier op de hei, Frans. Hè? Typerend voor de Campina ook wel. Ja, absoluut. Ja. Het is niet meer zo paars, hè? Nee. Zoals het kan zijn, het is een beetje uitgebloeid. Vooral hier, hè? Dat is helemaal uitgebloeid, ja. Ja. Maar hoe belangrijk is de hei voor de natuur? Nou, dat is heel belangrijk. En niet alleen maar voor de natuur, maar ook voor de cultuur. Mm-hmm. Ten eerste is de heide, als je daar naar kijkt, het is een soort die thuis hoort, vooral in Nederland. In zandgrond Nederland. Nou, Brabant is zandgrond, dus daar hoort de heide bij thuis. Een heel speciaal biotoop. En als je over de wereld kijkt, dan zijn er eigenlijk van deze heide, de struikheide hebben we het dan over, gewoon een struikhei, niet zoveel plekken meer te vinden dan behalve in Nederland en West-Duitsland. Ook nog een klein stukje in Vietnam, maar dan houdt het op. Er zijn wel andere heiden, maar dat is een andere soorten. Mm-hmm. Maar dit is dus heel belangrijk. En dan zijn die voor dieren ook nog eens een keer belangrijk. Bijvoorbeeld de nachtzwaluw, de sprinkhanen, vooral de blauwvleugelsprinkhaan, maar ook de levendbarende hagedis, eventueel de hazelworm, en die komen hier dus ook allemaal voor. Dus voor soorten zijn die belangrijk, omdat je niet één grote zee hebt van paars, maar je hebt een mozaïekstuk. Hier is weer kaal, daar is weer kaal, soms heb je zand en daar zitten al die diertjes in. En als je terugkijkt naar de cultuur, dan is het heel belangrijk. Want onze Brabantse voorvaderen hebben van de heide moeten leven. Want die gebruikten de heide samen met de mest van de schapen. Dat werd door elkaar vermengd tot potstalmest. En die werd gebruikt om de akkers te bevruchten. Zodat ze granen en boekweit langer konden telen. Dus dat is echt heel belangrijk geweest. En die cultuur, misschien wel 4.000-5.000 jaar oud. Ja. Zo oud. Dus dat, daarom willen wij in Nederland heide behouden. Ooit was er 600.000 hectare in heel Nederland, nu 6.000 hectare nog. En er zijn een aantal gebieden zijn aangewezen en daar een van is Campina. Oké, maar hoe kan dat zo verkleind zijn? Nou, omdat de heide op een gegeven moment niet meer in gebruik werd genomen. Tot 1850 was de heide dus belangrijk voor de schaapteelt en dus samen met de mest. En de schapen waren een keer belangrijk voor de wol. 1850 wordt de kunstmest uitgevonden. Dan ga je niet meer zitten tobben in een potstal, want dan kun je het zo bij de boerenbond kopen. Ja. Schapenwol kwam uit Australië, was veel goedkoper. Dus onze schapen hadden geen functie meer. En de heide werd verklaard tot woeste gebied en niet meer in de steek. Ja. Dat is het verhaal. Een heel mooi verhaal. En zeker in ons Brabantse land. Want ja, daar komen dus gelukkig nog heel veel heideterreinen tegen. Ja. Ja. Een stukje hei oplopen. Nou, ja, wel echt mooi. Het viel me op dat we dit heel erg veel zien tussen alle heistruiken. Dit gras is het denk ik. Heel goed, het is een gras. Een heel mooi grasje eigenlijk, het heet pijpenstrootje. Mm-hmm. En pijpenstrootje komt juist voor in die heide, omdat de heide ook wel een beetje wat vochtig is. Ja. En dat past het precies. En dit is een heel mooi exemplaar, staat op een pol. Heel bijzonder grasje, dat zeg maar in de herfst zich helemaal terugtrekt. De chlorofielkorrels, dus al dat groen wat je ziet, dat trekt zich helemaal terug in de pol, in de wortels. En dan bloeit hij dus niet meer. Terwijl andere grassen, die blijven gewoon groen. Dus dit is al een bijzondere. Hij heeft een hele mooie naam, hij heet pijpenstrootje. Dan ga ik er ook even eentje uittrekken. En waarom heet hij nou pijpenstrootje? Omdat de mensen vroeger dit oogsten. Ja. Dan boetseerden zij met leem wat hier volop te vinden was om dit pijpenstrootje heen. Trok hier een kopje aan, stak dat in de kachel, dit brandde weg en je had een zandpijpje. En je kon lekker gaan, zeg maar, pijpen roken. En na de rand, als het droog was, kon je hem zo ook schoonmaken met ditzelfde pijpenstrootje. Dus ze maakten er pijpen van. Maar ik zit nou heel vaak als mensen in de natuur lopen, doen ze dit zo. Maar hartstikke zuur. Ja, daarom. Maar dat is juist lekker, want dit is dus echt met een zure grasje. En in de hete dagen is het een lekker sapje wat je dus kunt inslikken, omdat je dan tegen de dorst of zo. En loop jij heel lang. Nou, dat de kou lopen heel veel mensen. En op een gegeven moment dus op een pakje nieuw, want er staat een zat. Maar kijk, dat is ook hier. Mag gerust. Ja, dat mag gerust, dat is lekker. We staan hier nu bij de dophei. We waren net bij de struikhei. Heel goed. En dit is de dophei. Ja, nou, dit is de dophei. Ik ga gewoon een bloemetje eraf halen. Zo'n aardje, dat kan gerust. Kijk, dit is het aardje van de dophei. Ja. En dus al deze dopjes, nou, dat is dus één bloemetje. Ja. Maar die heet dus dan, daarom heeft dus het plantje de naam dophei gekregen. Mm-hmm. In Brabant noemen ze ook wel eens hommeltjesheide. Ja. Want heel vaak de hommels hier achterop zitten. En die boren hier dan een gaatje achterin, zodat ze bij de nectar kunnen. Want die beesten kunnen met hun korte snuit kunnen ze niet door dat bloemetje heen. Nou, dat is dus een verschil. En als jij nou daar een aardje pakt van de struikhei, nou, dan kun je zien, dit zijn de bloemetjes van de struikhei. Die zijn veel kleiner. Want dit is één bloemetje.
Ja. Nou, we hebben hier op de Campine hebben dus en struikheide en dophei. Mm-hmm. Dus dit heet de gewone dophei en dit heet de gewone struikhei. Ja. Maar vooral, het meeste wat we tegenkomen is dus struikheide. Ja. En daar noemen we het hele gebied noemen we gewoon de heide. Ja, precies. Maar heb je ook stukken hier waar heel veel van die dophei is, omdat deze bloemetjes zoveel groter zijn? Nee, die heb je niet. Dat is het een probleem. En dan toch eventjes iets vertellen over de stikstof. Mm-hmm. Er valt heel veel stikstof neer in Brabant. Ja. Daardoor krijg je zeg maar een ondergrond met stikstof. Ja. Daarbij is ook heel veel verdroging en heeft het natte heide het moeilijkste van allemaal. Okay. De struikheide, dat gaat nog wel, maar die natte heide, dat is dus een punt waar we dus heel veel zorgzaam mee zijn. Ja. Ook de provincie en ook het Rijk is bezig om te kijken die natte heide wat meer kansen te geven, want die gaat erg achteruit. Ja, oké. Okay. Ja. Maar mooi plantje, hè? Zeker mooi. Oh. Vanochtend vroeg toen wij hier waren, voordat de zon opkwam, toen zagen we al een groepje runderen lopen. En wat zitten hier nou nog meer voor grote dieren? Nou ja, die runderen hebben twee eigen soorten van. De blonde danquetin en brandrode. Mm-hmm. Daarnaast hebben we IJslandse paarden en manegepaarden. En we hebben een 150-tal schapen die hier, alle dieren daar die ik nu genoemd heb, die worden ingezet voor de begrazing op de Campina. Okay. Daarnaast hebben we hier dan nog reeën, ja, vossen, bunzingen, hermelijnen, wezeltjes. Maar ook heel veel speciale vogels, vooral in de zomertijd. De wielenwaal is een van de mooiste. Ja. Maar de eerder genoemde nachtzwaluw ook al. En zo, alle spechten zijn hier aanwezig. Dus vooral het vogelgebied is hier fantastisch. Ja, precies. En dan komen er ook nog herten bij. Ja, inderdaad. De edelhert wordt uitgezet bij de natuurbrug door Brabants Landschap. En het is later de bedoeling dat die in het hele groene woud rond gaan lopen. Dus ook op de Campina. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, ik vond het echt prachtig. Ik ben geen ochtendmens, dat weet je van mij. Ja. Maar ik kan het iedereen aanraden om hier een keer in de vroegte naartoe te gaan om de zon op te zien komen. Dat kan ook tegenwoordig voor iedereen. Ja, want vroeger hadden we dus, dan moest je lid zijn van het grootste gedeelte van de Campina. Ja. Alleen aan de oostwijkse kant was een stukje waar iedereen mocht komen. Maar voor de rest moest je dus lid zijn. Maar nu mag ook iedereen overal wandelen. En er zijn prachtige wandelpaden. En het genieten van wat ik zeg dan heel vooral, mijn Campina. Ja, precies. Maar goed, het is ook mijn lievelingsgebied. Maar iedereen kan hier komen genieten. Ja, dat moet iedereen ook zeker gaan doen. Verder bedankt voor het kijken. En heb je vragen, ga even naar onze website www.omroepdommeland.nl of naar Twitter. @boswachterfrans. Voor alle vragen of opmerkingen of wat dan ook. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Tot ziens.